geachte aanwezigen. Van harte welkom bij de raadscommissievergadering van 18 september 2017. Voorzichtig. Ik begin met de opening. En daarbij vermeld ik dat er vanavond niet alleen een commissievergadering is van de gemeente Dalfsen, maar dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gemeend op hetzelfde tijdstip een bijeenkomst te moeten organiseren voor inwoners over de vliegroutes van en naar Lelystad Airport. En dat is natuurlijk buitengewoon ongelukkig, want daarmee zijn een aantal collega's uit ons midden niet hier aanwezig, maar daar aanwezig. Er zijn een aantal afwezigheidsmeldingen, dus die noem ik op. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen, is afwezig. Meneer Hof en meneer Jutten van gemeentebelangen zijn beide afwezig. Meneer Nijburg, ChristenUnie, is afwezig. En meneer Kouwen van het CDA en de heer Lochtenberg van het CDA is ook afwezig. Meneer Rooijakkers van D66 is afwezig en wordt vervangen door meneer Schrijver. Van harte welkom in ons midden. Meneer Veldhuis van de VVD is afwezig en wordt vervangen door meneer Van Driessen. Van harte welkom in ons midden. En daarmee heb ik de opening gehad. Ga ik naar agenda punt 2, spreekrecht burgers. Er hebben zich geen burgers gemeld om in te spreken. Dus daarmee hebben we agenda punt 2 ook gehad. Vaststelling agenda. Punt 4, verordening reïntegratie en loonkostensubsidie. Punt 5, invulling taakstelling programmabegroting. Stand van zaken, fusieproces proces en terugblik bibliotheekbeleid. Agenda punt 7, stand van zaken sociaal vervoer. En dan is punt 8, de sluiting. Ik stel voor de agenda zo te behandelen zoals die is voorgesteld. Met uw instemming. Akkoord, fijn, dank u wel. Punt 4 gaan we toe over. Verordeningen, reïntegratie en loonkostensubsidie. Meneer Van Leeuwen is de portefeuillehouder. Het is voorbereidend besluitvormend. En er wordt van u gevraagd om de nieuwe verordeningen vast te stellen. En die gaan over het inschakelen van arbeid en realisatie van beschut werk. De wijzigingen zijn het gevolg van nieuwe wet en regelgeving. Ik stel voor te behandelen in twee ronden. Eerst uw vragen en daarna hoor ik graag uw opinie. En dan probeer ik samen te vatten. Wie heeft vragen naar aanleiding van het voorstel zoals het nu voor ons ligt? Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb drie vragen. En de eerste is van hoe groot de instroom voor beschut werk nu is en of hoe de inschatting is of dat voldoende is voor de komende jaren. Tweede vraag is het aanbieden van voorzieningen. Dus als er nog geen beschut werkplek is, dan kan de gemeente voorzieningen aanbieden. Is het een verplichting of mag een gemeente dat doen? En de derde vraag is, mag de gemeente ook meer plekken voor beschut werk ter beschikking stellen? Er staat nu minimaal 2 en volgend jaar minimaal 4. Maar mag dat ook? En de vraag is dan welke ruimte de gemeente hierin heeft voor eigen beleid. Dat waren de drie vragen. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, ik heb vragen die volgens mij deels overlappend, deels in het verlengde liggen van datgene wat mevrouw Lasje vroeg. Het zijn in ieder geval vragen die mede worden gesteld naar aanleiding van de opmerking die de participatieraad heeft gemaakt over dat beschut werk. In de eerste vraag vraag ik een beetje naar de bekende weg, maar ik doe het toch. Klopt dat de regeling is ingegaan per 1 januari? En is het dan juist dat dit betekent dat er in plaats van een inspanningsverplichting van gemeenten een meer resultaatsverplichting is gekomen, dus een wettelijke plicht is gekomen om dat te doen, en is dat vastgelegd in die wet? En de laatste vraag is dan, en voldoen we nu met deze nieuwe regeling, voldoen we dan aan die wettelijke verplichting in alle opzichten? Nou, dat zijn even mijn vragen. Dank u wel, meneer Wildvank. Zijn er nog meer vragen? Nee. Mag ik het woord geven aan meneer Van Leeuwen om deze vragen te beantwoorden? Dank u wel, voorzitter. Hoe groot is de instroom in beschut werk? Op dit moment zijn er geen mensen ingestroomd in beschut werk. We zijn verplicht om 2 werkplekken voor 2017 te creëren. Die zijn er, dus dat is het probleem niet. Maar de mensen die ervoor in aanmerking zouden komen, is het gelukt om die via een ander traject naar werk te geleiden. Dus op dit moment zijn die 2 plekken nog beschikbaar, mochten er nog meer mensen komen.
Maar goed, dit is ook gebaseerd op een berekening van het ministerie. Dat gebeurt dus dankzij de inzet van onze... bedrijfsbezoeker en de consulenten. En in heel nauwe samenspraak, en dat is essentieel in dit verhaal, met de praktijk, de scholen voor praktijkonderwijs. Want daar zitten met name de kandidaten. En die, dat wil ik toch even gezegd hebben, het lukt de begeleiders van die scholen om via stages en hele goede begeleiding om die jongeren naar een plek te geleiden. Dus daar zijn we wel heel erg blij mee. Is het aanbieden van voorzieningen verplicht? Ja, wij moeten dit jaar 2 en volgend jaar 4 werkplekken moeten wij aanbieden. Mogen er meer worden aangeboden? Ik neem aan van haast van wel. Dat durf ik u niet zo te zeggen. Maar als je ze niet hebt, kun je ze wel maken. Maar dat heeft niet zoveel zin. Prijva arbeid, ja. In plaats van een inspanningsverplichting is het een wettelijke verplichting. En ik denk dat u uit het antwoord aan mevrouw Lasje al heeft kunnen afleiden of wij eraan voldoen. Het antwoord is wederom ja. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Van Leeuwen. Voldoende wat de commissieleden betreft. Mevrouw Lasje, Christine. Ja, dank u wel. Nou, de tweede vraag van mij ging niet dat het aanbieden van voorzieningen aan mensen op de wachtlijst staan. Dat deed die twee... Dat... Legt u uit als de vraag naar die 2 en die 4. Maar er staat ook in het stuk dat de gemeente een andere voorziening aan kan bieden aan mensen die op de wachtlijst staan. Maar ik begrijp van de wethouder dat er geen wachtlijst is, dus dat het ook niet hoeft. Maar ik check het toch nog eventjes bij de wethouder of ik hem goed begrijp. U begrijpt het goed. Ik begreep u niet goed. De gemeente kan inderdaad een andere voorziening aanbieden. Ja. Dank u wel. Mag ik uw opinie horen? Mag ik rechts beginnen? Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Wij zijn op zich akkoord met de verordening. Laat ik dat vooropstellen. We hebben de stukken gelezen. Zit goed in elkaar. Wij ondersteunen de reactie van de participatieraad. En wij roepen de gemeente op om proactief te zijn in het creëren van beschutte werkplekken. En in de beantwoording in de eerste ronde blijkt ook dat dat gebeurt. Daar zijn we blij mee. Dus compliment daarvoor. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Kleinkoekamp, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk is het een wettelijke verplichting dat het hier op de agenda staat. Ik ben blij met wat de wethouder op vragen van de ChristenUnie en Partij van de Arbeid geantwoord heeft. Voor de rest, doordat het wettelijke verplichtingen zijn, staan er soms zaken in. En dan haal ik alleen nog maar even aan de mensen die aangeboden kunnen worden, een half jaar loonkostensubsidie kunnen krijgen. En na een half jaar dan moet dat verlengd worden. Maar als ze een loonwaarde hebben boven het wettelijk minimumloon, en daar zit je met iemand van 23, 24, 25 jaar al gauw aan, vervalt die loonkostensubsidie. Dus iemand heeft met een half jaar een mooie baan, komt boven een wettelijk minimumloon en de werkgever moet hem het cao-loon betalen, terwijl hij dat niet waar kan maken. Wat zal een werkgever dan doen? Ik denk dat dat knelpunten zijn in de hele verordening die, weliswaar moet dat in Den Haag gebeuren, maar die toch maar eens even meer tegen het licht aangehouden worden om die mensen echt een kans te geven. Voor de rest kunnen we instemmen met deze verordening. Dank u wel, meneer Kleine-Koekamp. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ook dank even aan de wethouder voor de beantwoording, de heldere beantwoording van de vragen. Want mijn vragen waren deels ingegeven door de woorden die ook in het stuk staan, dat het college streeft naar voldoende plekken. Daar lees ik altijd in, maar we hebben ze niet. Kennelijk is dat in dit geval niet zo. Er wordt naar gestreefd en ze zijn er ook. Dus het is heel goed dat we nu voldoen aan die wettelijke verplichtingen. Blij ook te horen dus dat er geen wachtlijst is. Dat is toch een belangrijke groep waarvan wij denken, die moeten we ook echt ondersteunen. En ik zou zeggen, het feit dat er geen wachtlijst is, wachtlijst is vast te houden, die gedachte. Voor het overige graag akkoord met de verordeningen. Dank u wel, meneer Wildvank.
Meneer Schrijver, D66. Ja, de stukken gelezen. Het is inderdaad een samenvatting van wat er in Den Haag geregeld is en waar de gemeente voorzieningen verder voor moet inrichten. Goed om te horen dat er bij die beschutte werkplekken proactief gewerkt wordt en wij kunnen instemmen met wat hier voor ligt. Dank u wel, meneer Schrijver, voor uw eerste bijdrage in deze commissie. Meneer Van Riesen, VVD. Ja, je kunt er nog heel veel van zeggen natuurlijk, maar ik denk ook dat wij hiermee in kunnen stemmen. Vragen zijn beantwoord, dus klaar. Dank u wel, meneer Van Riesen. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Aanpassing van deze regeling is een wettelijke verplichting. En het is goed dat dit wordt aangepast. En op deze manier worden de regelingen rond arbeidsparticipatie steeds meer en fijner ingevuld. We zijn blij dat het zorgen voor beschutte werkplekken verplichtend is opgenomen. Belangrijk voor de mensen die het aangaat. Zonder deze mogelijkheden vallen ze buiten de boot. Erger nog, geen dagbesteding of werk verstoort de dagstructuur, waardoor er eerder sprake is van achteruitgang. We steunen daarin van harte het advies van de participatieraad om te zorgen voor voldoende plekken. En het is echt mooi om te horen van de wethouder dat dat goed lukt in Dalfsen. We hebben nog een klein puntje, dat is communicatie. Er staat dat het wordt geplaatst op de website van de gemeente. Maar omdat het om die loonwaardebepaling ook gaat om jongeren die al een dienstbetrekking hebben, pleiten wij ervoor om dat ook breder te communiceren, zodat ook de mensen die nu dat al hebben, eventjes goed nadenken, die het dan nu hebben, ook weten dat deze mogelijkheid er is, of de werkgevers weten dat deze mogelijkheid er is. Maar misschien dat er ook wel eigen communicatiekanalen zijn binnen de afdeling, maar het leek ons wel belangrijk om dat nog even te noemen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Wilt u daar nog op reageren, meneer Van Leeuwen? Dank u wel. Ja, de contacten van de bedrijfsbezoeker en de consulenten zal dit zeker opgenomen worden. En even in zijn algemeenheid, dank voor de complimenten. Ik denk dat de verandering van het sociale werk, doordat we bij WESO niet langer verplicht zijn om af te nemen, maar dat we in kunnen kopen, dat dat een hele belangrijke wijziging is, zowel met Larkom in Ommen, als met WESO in Zwolle hebben we een inkooprelatie. Vorige week bezoek gehad van de nieuwe directeur van Larkom. En die moet op dit moment via uitzendbureaus personeel inhuren, wil die aan de werkzaamheden rond kunnen zetten. Dus ja, de economie trekt aan en er is dus groei en er zijn ruim voldoende plekken. Maar niet voldoende kandidaten. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Daarmee constateer ik dat dit voorstel, zoals het er nu ligt, als wettelijke plicht, ook voor de gemeente Dalfsen, als akkoordstuk kan naar de raad. Er zijn positieve opmerkingen gemaakt over, over de goede aanpak en ook ondersteuning voor de opmerkingen die de participatieraad heeft gemaakt. En daarmee stel ik vast dat we punt 4 van de agenda als akkoordstuk hebben behandeld. En wil ik overgaan naar punt 5. Invulling van de taakstelling programmabegroting 2018-2021. Afgelopen juli is inzicht gegeven bij de perspectiefnota over de ontwikkeling van onze financiën. Er is een taakstelling afgesproken van 1 miljoen. Waarbij een aantal keuzen in beeld moeten worden gebracht. De raad kan dan straks in november keuzes maken om te komen tot een sluitende begroting. Het college heeft toegezegd om de raad nu op hoofdlijnen te informeren over de invulling van deze taakstelling. Er is één typfout in het overzicht ontstaan. Waar staat verstuivers, moet dat zijn bestuivers. Waarvan akte. Aangeschoven, van harte welkom mevrouw Jokshorst als ambtelijke ondersteuning. Meneer Van Leeuwen is de behandelend portefeuillehouder. Het is informerend. En daarmee wil ik graag uw vragen en opinie in één ronde. Ik zal er ook niet van afwijken. Wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter.
Voor ons ligt een nota waar wij als fractie niet veel meer kunnen. Wij dachten eerst, we missen de bijlagen met de onderbouwing. Tijdens de bespreking van de perspectiefnota hebben we afgesproken dat het college in september zou komen met een voorstel voor de taakstelling voor de bezuiniging van 1 miljoen. De wethouder geeft aan dat dit in de begroting uit te werken om discussie in de toekomst met de begroting te doen. Maar we hadden deze afspraak niet voor niets gemaakt. Deze afspraak was gemaakt om voorafgaand aan de begroting nog keuzes te kunnen maken of zaken nader uit te laten zoeken. Daar komt nog bij dat we tijdens het bespreken van de perspectiefnota geconfronteerd werden met veel PM-posten. We schuiven nu alles door naar de begroting, waar de Raad op dat moment veel keuzes en info in één keer moet overzien. De CDA-fractie is hier niet blij mee. We krijgen sterk het gevoel dat alles maar wordt doorgeschoven en we straks voor verrassingen komen te staan. En er dan geen ruimte meer is om zaken rustig uit te zoeken of naar alternatieven te kijken. We hebben nu maar weer gekeken van wat vinden wij belangrijk vanuit de perspectiefnota. En dat geven we nog maar weer mee in dit verhaal, omdat we nu hier eigenlijk niet zoveel mee kunnen. En we hebben al eerder aangegeven, we willen graag minder investeren in stenen, maar meer in de mens. Ieder mens stelt mee. En dat we willen behouden wat er is en juist goed onderhouden, zodat we het door kunnen geven aan onze kinderen. Dus die opdracht willen we nog maar meegeven aan het college om daar in de uitwerking verder mee aan de slag te gaan. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik zal het heel kort houden, want ik sluit mij grotendeels aan bij datgene wat mevrouw Rameman al inbracht. Ook wij hadden even het idee van, daar moet toch een uitwerking bij zitten, maar die zat er helaas niet bij. Nou, als je het stuk dan leest, dan snap je ook wel waar naartoe gewerkt wordt. Maar of dat nou helemaal de afspraak was, daar heb ik wel wat twijfels bij. Ik ga niet onze speerpunten uit de perspectiefnota nog een keer herhalen. Die acht ik voor wel bekend. Ik had aanvankelijk wel even, ik weet het antwoord trouwens inmiddels al, maar ik noem hem toch maar even. Die motie Verstuivers. Dat lees ik dan toch goed dat hier eigenlijk staat van, nou, die gaan we in ieder geval doen. Die vraag zal zo beantwoord worden. Wie mag ik nu het woord geven? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel. Ten aanzien van de verwachtingen en de invulling sluit ik graag aan bij de vorige sprekers. Wij hadden ook een heel andere verwachting van wat we in deze vergadering gepresenteerd zouden krijgen. Want het is nu wel heel erg aan de oppervlakte van als je optelt kom je tot een miljoen, maar wat eronder zit, daar krijg je geen beeld bij. We hebben ook het idee dat er echt nog wel wat meer informatie beschikbaar is. Maar blijkbaar wordt die ook bewust achtergehouden of in ieder geval niet beschikbaar gesteld. Wij zitten ons wel af te vragen waarom dat het zo is gebeurd. En of het college denkt dat dit de invulling is van de afspraak die we in juni hebben gemaakt. Dan toch een paar opmerkingen of vragen over het stuk. We hebben het over een taakstelling van 1 miljoen. En dan staat vervolgens in de kernboodschap van de taakstelling de curieuze zin. Het totaal aan voorstellen waaruit gekozen kan worden om deze ombuigingen te realiseren bedraagt 1 miljoen. We moeten 1 miljoen aan taakstelling realiseren en we hebben de keuze uit 1 miljoen aan voorstellen. Nou, dan ben ik klaar. Dan zou ik zeggen van geef dat lijstje van 1 miljoen, dan weten we tenminste waar we staan. Waarschijnlijk is het anders bedoeld, maar toch als ik het letterlijk lees, dan staat het er wel zo. Dan toch nog een aanvullende vraag over dat lijstje van die verdeling. Dan staat er ergens iets over de geoormerkte aanpassing van tarieven. Dat voorstel zet ons eigenlijk alleen maar op een achterstand. Er staat een negatieve waarde bij. Dus wij kunnen ook niet helemaal vatten dat als je een taakstelling hebt, dat je een voorstel doet wat ons precies de andere kant op brengt. Dus we snappen ook gewoon niet wat daarmee bedoeld wordt. Misschien kan de wethouder in ieder geval daar iets van de sluier oplichten. En we zijn nog wel benieuwd of er, en dat is naar aanleiding van de opmerking over een soort voorzichtigheidsreserve als het gaat over een tegenvallend accret, of er op dit moment in de cijfers nog van andere jaren ook nog van dat soort voorzieningen zitten. Want daar hebben we in de afgelopen paar jaar een paar keer mee te maken gehad, maar wij hebben op dit moment niet helemaal scherp of die voorzieningen of die reserveringen misschien nog ergens in zitten van andere jaren. Maar dat horen we graag. Tot zover. Dank u wel, meneer Nijkamp.
Meneer Kleine-Koerkamp, gemeente Belangen. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een stuk informatie van het college in hoofdlijnen. We hebben in de perspectiefnota gevraagd om een bedrag van 1 miljoen. U komt nu met een voorstel van 1 miljoen. Informatie heeft ons geleerd dat u wel ongeveer weet hoe u dat in wil vullen. Maar ook in een stuk neemt u al, kijk naar de CAO-lonen, zaken mee die tegenvallen. Is het niet raadzaam, want anders komen we exact in het verhaal terecht wat meneer Nijkamp van de ChristenUnie ook aangeeft, om nu al iets meer dan 1 miljoen te begroten, zodat we straks ook de mogelijkheden hebben om keuzes te maken. En voor de rest zeg ik van we wachten de begroting af en ik betreur het inderdaad dat we op dat moment keuzes moeten maken. En we hebben dit jaar al zoveel vooruitgeschoven. En dan moeten we maar eens kijken hoe we er met elkaar uitkomen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Kleine-Koerkamp. Meneer Schrijver, D66. Dank u wel, voorzitter. Ook de fractie van D66 bleef met behoorlijk wat vragen zitten, maar de interpretatie wil ik toch even meegeven. Het is een nota die informerend is en dan met name tot en met het gedeelte waar totaal voorstelcollege van BMW staat. Daar zijn de keuzes gemaakt, boven die balk. Alles wat daaronder staat interpreteren wij als nu nog te maken politieke keuzes. Klopt dat? Mag ik uw opinie horen, meneer Schrijver? We doen in één ronde. In één ronde, dan is de opinie wel akkoord met het voorstel. Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Van Riesen. Ja, ik ben blij dat andere partijen hier ook zo over denken. Wij zaten vorige week ook te kijken naar dit stuk. Denk, wat moet je hier nu mee? Wij verzoeken dus ook echt wel om een duidelijke invulling te geven aan het geheel wat hier genoemd wordt. En het niet bij dit soort vage toespelingen te houden en toch eigenlijk moet zien te voorkomen dat we steeds verder vooruit gaan schuiven. Dat zou niet wenselijk zijn, denk ik. Dus wij graag meer duidelijkheid over de invulling van de aangehaalde zaken die hierin staan. Dank u wel, meneer Van Riesen. Meneer Van Leeuwen, mag ik u vragen om een reactie? Dank u wel, voorzitter. Er zijn misschien één of twee dingen waar mevrouw Jokshorst me zo nog even bij kan helpen. Maar ik ga mijn best doen. Het blijkt dat het college duidelijk een andere interpretatie heeft van de vergadering in juni dan de raad. Dat vind ik vervelend. Wij hebben geprobeerd inderdaad om op hoofdlijnen aan te geven welke richting wij uitdenken. Als ik even inga op de bijdrage van D66, de interpretatie klopt grotendeels. Echter, ook boven de streep, dat zijn wel duidelijk voorstellen van het college, maar uiteindelijk het budgetrecht ligt bij de raad. En de raad beslist. En niemand anders. De boodschap van mevrouw Rameman, meer investeren in mensen en minder in stenen, is duidelijk en het goede behouden. Dank u. Partij van de Arbeid, ja, de motie bestuivers, die hebben wij uit de behandeling van de perspectiefnota dusdanig verstaan dat die gehandhaafd blijft. Dat geldt daarvoor. Evenals overigens kunsten op straat, want dat kwam met name bij gemeentebelangen vandaan. En dat werd dermate, beide voorstellen werden dermate raadsbreed gedragen, dat ons wel duidelijk was wat de raad hier wilde. Op dit moment, wij hebben direct eigenlijk na de vergadering van juni bij elkaar gezeten. Daar hebben we wat zitten brainstormen, gekeken van wat zou er allemaal mogelijk zijn. Dat is nog verder uitgewerkt door de afdeling Financiën en daarna zijn er gesprekken geweest met de verschillende afdelingen. Daar zijn ook nog ideeën naar voren gekomen. We zitten in een afrondende fase. Ook het college heeft nog niet een volledig overzicht van de mogelijkheden. Laat dat ook helder zijn. Wij verwachten dat we eruit moeten kunnen komen en dat we de raad een
een stuk kunnen aanleveren dat duidelijk is, waarin keuzes gemaakt kunnen en moeten worden. Maar er zijn een aantal politieke keuzes en die zult u moeten maken met z'n allen. En dat kan wel eens zijn dat u er anders over denkt dan het college of dat u onderling er anders over denkt. Nou, ik denk dat dat een zeer boeiend debat kan gaan worden straks bij de begrotingsbehandeling. En wat betreft de vraag van de geoormerkte aanpassing tarieven, ik denk dat ik het weet, maar ik heb liever dat mevrouw Jokshorst dat even beantwoordt. Op het gevaar af dat ik het anders verkeerd zeg. Gemeentebelangen vraagt nog, zou het niet verstandig zijn om al meer dan 1 miljoen op te nemen in plaats van exact 1 miljoen? Die taakstelling hebben wij heel serieus genomen. Ik sluit niet uit dat het met minder toe zou kunnen. En dan heeft u uw keuzes al. Mevrouw Jokshorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Om even terug te komen op de andere voorzichtigheidsreserves die er zouden zijn van oudere jaren. Die zijn er niet meer, die zijn vrijgevallen. En de geoormerkte aanpassing tarieven. Ik heb hier in de toelichting gezet, dit wil zeggen dat we het tarief verhogen. Maar dat het voordeel wat we daarbij behalen, dat we dan de ambitie die we hebben voor, nou ja, het zou kunnen zijn duurzaamheid, zou kunnen zijn IBOR, wat dan ook, dat die minder naar beneden bijgesteld hoeft te worden. Dus als u zegt van nou, we gaan voor de wegen een ton bij extra uitgeven, maar daarvoor gaan we de OZB voor 80.000 volgen, dan heb je een nadeel maar van 20. En dat probeer ik hier uit te leggen. Dank u wel, mevrouw Jokshorst. Zijn de vragen voldoende, afdoende? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ik heb nog even een vraag ter verduidelijking, want de wethouder zegt van de raad moet straks wel keuzes maken, politieke keuzes. Hoe krijgen we die straks aangereikt? Is het straks een kant-en-klare begroting en moeten we zelf dan vervolgens gaan uitwisselen? Of liggen er zeg maar optiepakketten voor waar je uit kan kiezen? Wat is de vorm waarin we dat aangereikt hebben? Zoals ik het nu voor me zie, is er A, een uitgewerkte begroting en B, een overzicht van de mogelijkheden waardoor we aan die taakstelling kunnen komen. En daaruit kan de Raad de keuzes maken. Om daar optiepakketten van te maken, weet ik niet of dat... daar zullen we dan nog eens even naar moeten kijken. Het klinkt heel verleidelijk, maar tegelijkertijd zit er ook een groot risico natuurlijk in. Want als je optiepakket A hebt, dan vindt u twee onderdelen mooi en een derde niet. En dus daar zit ik even te zoeken wat daar verstandig is. Maar het gaat ook inderdaad over van, ja, hoe ga je nou straks als raad dan keuzes maken? Ja. Als je het helemaal eigenlijk als één pakket neerlegt... En nou ja, zeker als 1 miljoen aan opties ligt en je moet 1 miljoen hebben, ja dan... Dan valt er weinig te kiezen. Dan valt er weinig meer te kiezen. Ben ik met u eens. Dus, maar misschien kunt u daar nog even over nadenken, ook richting de begroting. Ja. Zoals ik het nu zie, denk ik wel dat er toch wel keuzemogelijkheden zijn. Maar daar gaan we zeker over nadenken. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Dan constateer ik dat ook dit agendapunt is behandeld. Dat de raadscommissie unaniem heeft uitgesproken dat dit niet was volgens de verwachtingen die de raadscommissie had. Een andere invulling heeft plaatsgevonden. Het college, meneer Van Leeuwen, heeft toegelicht waarom deze keuze is gemaakt. En er zijn een aantal oproepen gedaan waarmee rekening gehouden zou kunnen worden. En de vorm waarin straks de nieuwe begroting voor ligt en de keuzes die gemaakt moeten gaan worden om die taakstelling te kunnen halen, zullen in een apart document, zo heb ik het begrepen, meneer Van Leeuwen, bijgevoegd worden. En dan is de raad aan zet, zeg ik het dan maar even, zoals we dat normaliter doen. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Van Leeuwen. Dank u wel, mevrouw Jokshorst. En we zien elkaar dan waarschijnlijk op 6 en 9 november ook wel weer.
voor uw agenda alvast. Dank u wel. Agenda punt 6 is aan de orde. En we krijgen het niet in beeld, maar ik zal het even voorlezen. Het gaat over de stand van zaken, fusieproces en een terugblik bibliotheekbeleid 2014-2018. Meneer Uitslag is behandelend wethouder. In februari 2017 heeft de Raad een brief ontvangen over de fusievoornemens voor de bibliotheek Salland-Vechtdal. Dalsen heeft in het traject een aantal voorwaarden ingebracht op het gebied van sturing en verantwoording. En daar lijkt de fusie nu op afgeketst. Het college wil zich de komende periode beraden over het verdere verloop van de invulling van de bibliotheekvoorziening en betrekt daarbij ook het gevoerde bibliotheekbeleid. De Raad wordt in januari 2018 nader geïnformeerd. En voor ons ligt nu een stand van zaken en die is ter bespreking aan ons voorgelegd. Ook hier weer behandeling in één ronde. Dus ik vraag u de vragen op te nemen in uw opinie, reactie, oproep. Wat u allemaal maar daarover wilt zeggen. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. We hebben een ruime keuze wat we mogen zeggen, begrijp ik. Onze dank voor deze informatie en de mogelijkheid om daar nu over te spreken. De bibliotheek in Dalsen hebben een omslag gemaakt van klassieke bieb naar een spelend sociale culturele web. En we zijn blij om te lezen dat na een moeilijke start de goede weg lijkt te zijn gevonden. Dat is belangrijk voor Dalsen. Immers de bibliotheken spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van bijvoorbeeld de cultuurhuizen. De andere opdracht van de bibliotheken was het werken aan een versterking van de organisatie. Juist om die taken goed uit te kunnen voeren. Een van de mogelijkheden om die organisatie te versterken was het fuseren. En dat is nu afgeketst. Erg jammer vinden we. We hopen dat het beraden van gemeente en bestuur tot goede resultaten zal leiden. En wat ons betreft mag ook wel behoorlijk out of the box gedacht worden daarbij. En we wensen iedereen veel wijsheid. En we hebben nog twee vragen. Het eerste vraag is, is dit het nu wat hier ligt? Of is er nog een mogelijkheid dat een nieuw overleg, nog een andere invulling van de samenwerking met deze genoemde partners, dat dat nog mogelijk is? En de tweede vraag is, kunnen de bibliotheken in Dalsen hun taken, zoals rond de cultuurhuizen, nu wel uitvoeren? De bouw van de spit is net begonnen, daar ligt de opdracht voor de BIEB. Dat geldt ook voor de andere kernen. Dus dat zijn onze twee vragen. En wijsheid hebben we iedereen die hierbij betrokken is al gewenst. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Er zijn twee vragen gesteld. Mevrouw Snijder, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Lasje. Ik wil daar eigenlijk nog wel aan bij meegeven dat we wel achter de uitgangspunten van het college blijven staan. Dat we het dus wel daarmee eens zijn. Het is natuurlijk jammer dat die fusie mislukt is. Want we zien ook wel dat er een efficiënte organisatie met meer slagkracht en kwaliteit moet worden. En het leek ook goed te komen, maar helaas, dat is niet gelukt. We wachten het proces verder af en misschien is er nog wat mogelijk richting Staphorst bijvoorbeeld. En ja, we wensen u daarbij veel succes. Dank u wel, mevrouw Snijder. Meneer Koetsier, CDA. Dank u, voorzitter. Wij ondersteunen ook het belang van de bibliotheken. In ons programma hebben we daar ook nadrukkelijk gezegd dat we de bibliotheken belangrijk vinden in onze samenleving, in iedere kern. We schrokken dus ook nogal van het stopzetten van het fusieproces. Te meer ook staat omdat er in het rapport staat, er is een grote, en dan citeer ik even, er is een grote kwetsbaarheid voor een zelfstandige stichting. Dat leidt mij tot twee vragen. Eén, ik zou meer inzicht willen krijgen in wat nou exact de reden is geweest van de stopzet van de fusievoornemens. Maar met die, grote kwetsbaarheid, en ik stel hem echt even scherp, moeten wij dan vrezen voor het stopzetten van onze bibliotheken? Dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, ik sluit eigenlijk een beetje weer het laatste aan. Het is mooi dat we even worden meegenomen. Goed dat het op deze manier ook gebeurt. En het meest in het oog lopende punt is natuurlijk die, op dit moment althans lijkt het, een mislukte fusie te zijn. De eerste vraag zou dan ook zijn, is het al op een eind uitgedraaid of zijn hier nog mogelijk andere wegen die ook naar Rome leiden? En eigenlijk maar één vraag, en die werd volgens mij net ook door mevrouw Lasje gesteld, en ligt in het verlengde van meneer Koetsier zei, kunnen die bibliotheken de belangrijke taak, zeker uw rol die ze hebben in die cultuurhuizen, dragende functie hebben we ze toegedicht, kunnen ze die wel blijven vervullen? Hebben we daar extra aandacht voor nodig?
Dat was het. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Schrijver, D66. Ja, ik sluit me ook aan bij de woorden van mevrouw Lasje. Ik zal ze niet herhalen. We zitten wel met de vraag, welke partijen zijn er nou op elkaar uitgekeken? En de eerste vraag is eigenlijk, welke verschillen tussen de partijen van het beoogde fusieproces hebben geleid tot het mislukken van het proces? De tweede vraag is, welke aanpak voor de kwaliteit van de Dalfse bibliotheek staat het college voor ogen, nu Dalfsen geen deel meer uitmaakt van dit fusieproces? En de derde vraag, welke stappen en wanneer ziet u als een optioneel tijdpad om zo mogelijk nog tijdig aan te haken bij de fusie? Om te voorkomen dat door het verstrijken van de tijd de alternatieve mogelijkheden worden ingehaald. Ja. Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Van Riesen, VVD. Nou, wij spreken onze zorg ook wel uit over de ontwikkeling. En ik zou ook wel graag van de wethouder willen horen wat er nu precies gaande is. En wat nu de vervolgstappen zijn inderdaad. Of we alleen verder moeten of dat er verder gekeken wordt naar andere alternatieven. Want dat lijkt me toch wel in eerste instantie dat we daarin geraadpleegd worden. En u heeft kennis genomen van de stand van zaken, begrijp ik. Dank u wel. Ik heb alle fracties gehad. Meneer Uitslag, mag ik u het woord geven voor de beantwoording? Jazeker, voorzitter. Allereerst excuses dat ik me later binnenkwam. Het was geen disrespect, maar de bijeenkomst van het Alzheimer Café in het kader van Wereld Alzheimer Dag deze week, waar ik een extra woordje moest houden. En ik was niet vergeten. Ja, ik hoorde de grap al komen. Maar weer terug naar serieuze zaken. De bibliotheek. Het afkersen van de fusie, zoals dat genoemd wordt. Ik hoor een teleurstelling in de reacties van de verschillende partijen en dat is ook de onze. Laat maar gewoon zo zeggen. Toen ik aantrad in april, waren er wel geluiden dat het moeizaam liep of dat op sterf na dood was. Ik heb achter de schermen daar behoorlijk aan getrokken, ook met andere gemeentes contact gezocht en ook met de bibliotheekbesturen contact gezocht. De bibliotheek Dalfsen, daar bestuur ik goede contacten mee onderhouden. En die zitten er ook behoorlijk stevig en hebben er ook hard aan gewerkt. Maar de andere twee besturen, en dan praat over de bibliotheek Salland, dus Raalte en Oostwijen. En het bestuur van Olmenen hebben gemeend ons te moeten meedelen dat zij de deur in het slot hebben gegooid voor wat betreft de fusie. Ja, dus de vraag van, kunnen we nog aanhaken op het late moment? Zijn we nog op tijd? De brief en ook de toelichting erbij was van behoorlijk definitieve aard. Dus op dit moment zien we ook geen enkele heil om daar nog verder te gaan verkennen. Daar heb ik inderdaad al meer dan genoeg energie in gestopt. En het is dus op dit moment gewoon niet, het is gewoon niet gelukt. Wij zagen, de heer Koetsier gaf er ook even aan, ook wel reden voor deze fusie. Omdat we toch een behoorlijke ambitie hebben vormgegeven met elkaar als gemeente. We hebben een behoorlijke omslag opgelegd, of gezamenlijk neergezet. Die omslag is nog niet gemaakt. Hoogstens in het denken dat het moet gaan gebeuren. Maar juist die hele omslag, die hele kwaliteitsimpuls, die moest eigenlijk met behulp van die fusie ook wel plaatsvinden. Ja, dus die fusie was ook wel een belangrijke drager daarvoor. En daarom is het ook jammer dat het afgeketst is. Andere opties, fusie met andere bibliotheken heb ik gehoord. Out of the box denken, zoals de mevrouw Lasje het zo mooi benoemde. Ik heb volgende week dinsdagochtend met het bibliotheekbestuur een afvaardiging daarvan in overleg staan. Om hier eens met elkaar verkennend over te spreken. Het lukte domweg niet eerder, in verband met opeenvolgende vakanties en andere werkzaamheden. Maar goed, we hebben ergens in de marges van de dag een eindelijke plek gevonden. Want we zien beide wel in dat er een grote noodzaak is om hiermee van gedachten te wisselen. Hoe wij als gemeente tegenaan kijken, maar ook hoe het bibliotheekbestuur zelf naar de toekomst kijkt. Welke rol zij nog kunnen pakken, welke opties zij zien, welke ideeën wij hem richtinggevend misschien wel hebben. Maar daar moet ik het gesprek eerst maar eens voor hebben. Dat wil ik eerst met het bibliotheekbestuur doen. Want zij zijn per slot van rekening verantwoordelijk voor de bibliotheek. En wij hebben als gemeente daar een subsidiërende rol, maar een wat afgeleide taak. Dus ik wil eerst het initiatief bij hun laten waar zij over nagedacht hebben. En zodra we daar meer richting en koers over hebben, dan kom ik ook graag bij u terug.
Want ik hecht er wel aan om u hierin mee te nemen in dit proces. Want het is nogal een schok die de brief heeft veroorzaakt. Bij ons, maar ik kan me ook voorstellen bij u. Dus wat ons betreft, voorzitter, komen we erop terug zodra er meer duidelijkheid is. Ik had toen dit geagendeerd werd, of aangekondigd werd voor de zomer, echt de hoop dat we konden zeggen, nou, we zijn bijna klaar, hè? De handtekening moet nog gezet worden. Maar inmiddels heb ik u een andere boodschap moeten vertellen. Daar kan ik ook op dit moment heel weinig aan doen. Dus volgende week hoop ik de stappen die gevraagd werden door meneer Schrijver, de eerste stap te zetten en daarna kan ik u verder informeren. Dank u wel, meneer Uitslag. Mevrouw Lasje heeft nog aanvullende vragen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp wat de wethouder vertelt, maar we hadden ook gevraagd van of de bibliotheken hun taak wel kunnen doen. Hè? Want we hebben natuurlijk een aantal taken bij ze neergelegd. En nu valt er één stuk, hè, wat een kwaliteitsimpuls moest geven, valt weg. Maar er ligt nog steeds wel die behoorlijke opdracht voor de bibliotheken. Kunnen ze dat zo doen? Of lopen we daarbij risico's? Of moet er geld bij? Of wat is daar iets over te zeggen? Ja, dat is een beetje een verlenging wat meneer Koetsier misschien wel vertelde. Vallen ze morgen niet om? Nou, ik heb geen enkel signaal dat gaat gebeuren. Hè, en ook niet overmorgen. Dus er is niet een hele urgente noodzaak. Maar uw suggestie om out of the box te denken, voor wat betreft het realiseren van de taken die we met elkaar bedacht hebben, van dat vinden wij belangrijk, dat gebeurt in onze gemeente. Ja, daar gaan we mee aan de slag. Dus nee, er is geen grote urgentie en geen grote noodzaak dat de bibliotheek om gaat vallen. Is de bibliotheek kwetsbaar in de huidige vorm? Jazeker. En daar willen we graag dus ook wat aan doen. Daarmee voldoende beantwoord, mevrouw Lasje. Dank u wel, meneer Uitslag, voor de beantwoording. Meneer Schrijver, D66. Even ter verduidelijking. De indruk die bij mij is ontstaan is dat bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden uiteindelijk het misging en dat het huwelijk niet doorgaat. En nu is het even de vraag, want dit was nog een vrij complex huwelijk. In welke categorie verschillen zit nu in feite de pijnpunten waardoor misschien het probleem niet eens tussen de gemeente Dalfsen en de bibliotheek kan worden opgelost, maar juist bij de andere partijen moet worden opgelost? Kortom, lopen we niet het risico dat we een beetje een soort Zwitserland in Europa worden, waarbij er rondomheen allerlei fusies tot grootschaliger bibliotheken ontstaan en wij als kleine partij overblijven? Kijk, ik heb altijd geleerd vroeger dat je niet altijd per se hoeft te doen wat anderen doen. Dat wil niet zeggen dat het goede is wat ze doen. Maar eigenlijk een best wel simpele eis op tafel gelegd. Dat wij, het bibliotheekbestuur bestaat bij de gratie van subsidie. Nu is bibliotheek Dalfsen, gemeente Dalfsen, daar houden elkaar in evenwicht, zijn van elkaar afhankelijk. Straks heb je een gemeente Dalfsen en een gefuseerde bibliotheek en die verhouding is wat weg. En de enige knop waar wij als gemeente aan kunnen draaien is de subsidieknop. En dus als wij vinden dat het bibliotheekbestuur, we hebben 5 kernen, alle bibliotheken, daar een hele andere koers in gaat dan wat wij als gemeente, als u als raad zou willen, is de enige knop die wij hebben, is de subsidie op 0 vaststellen en dus de bibliotheek kwijt. De bibliotheekfunctie kwijt. Dat ging ons te ver. Toen hebben we gezegd, wij willen graag met alle 4 gemeenteraden gezamenlijk, als we echt als alle 4 zeggen, dit gaat niet goed, u doet het niet goed, u als raad van toezicht, dan willen we kunnen ingrijpen en het voltallige raad van toezicht kunnen schorsen. En dat is niet van, u heeft het nu niet goed, nee, de hele raad heeft gefaald. En dat is niet alleen wij als Dalfsen, misschien toch wat eigenwijze Dalfsen, zoals je het zo mooi formuleert. Maar zelfs alle andere colleges dat zouden vinden. Dat vonden wij niet een onredelijke eis. Vonden we zelfs een zeer verstandige. Of dat de reden is geweest van afketsen, zeg maar. De brief heeft u kunnen lezen. Ik weet het ook niet. Wij vonden het ook wel zodanig belangrijk, we hechten ook zodanig aan onze bibliotheekfunctie, dat we die echt willen behouden naar de toekomst toe. En daarmee hebben we deze eis niet willen laten varen. Het is een eis die we eigenlijk bij al onze verbonden partijen willen hebben. Daar waar niet leden of wat dan ook kunnen ingrijpen. Dat is bij de bibliotheek
dan is dat helemaal niet zo'n raar verhaal. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook het signaal heb dat het bibliotheekbestuur van de gemeente Dalfsen het ook niet zo'n hele rare eisen vindt. Die is ook wel degelijk begrijpt. Hè? En daarmee is het, ja, Klein Zwitserland, nou, nee, we hebben gewoon goed nagedacht. En het kan zijn dat andere partijen al te ver waren, zeg maar, ik denk dat ik niet voor hun ga spreken. Dank u wel voor de aanvullende beantwoording. We hebben allemaal kennis kunnen nemen van de stand van zaken nu. De schrik is uitgesproken. U is wijsheid en sterkte toegewenst. U heeft een toezegging gedaan om de raadscommissie of de raad op de hoogte te houden. En dat zullen we als zodanig noteren. En dat u dinsdagmorgen al een vervolggesprek heeft. En we zijn benieuwd naar de vervolgstappen die ondernomen gaan worden. En daarmee constateer ik dat we dit agendapunt 6 voldoende hebben besproken. Naar punt 7, de stand van zaken sociaal vervoer. Wederom een informerende notitie aan de raadscommissie. We hebben in februari 2016, al een tijdje terug, opinierend gesproken over de toekomst van het wet maatschappelijk WMO. Ondersteuning, neem me niet kwalijk, zo gaat dat. WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning Vervoer. Daarbij heeft het college een aantal aandachtspunten ontvangen van de raad en de raadscommissie die betrekking hebben op het lokale en regionale vervoer. Deze notitie is bedoeld om u de huidige stand van zaken bij te praten, over de huidige stand van zaken bij te praten. En dat gaat dan over het lokale vervoer en het professionele maatwerkvervoer. Het is dus niet alleen WMO-vervoer, maar ook andere vormen van sociaal vervoer waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Ook hier weer behandeling in één ronde. Ik wil graag uw vragen in één keer ontvangen. En dat er aanvullende vragen over de gestelde vraag ontstaan, snap ik, maar geen nieuwe vragen. En ik wil graag horen van u wat u ervan vindt. Wie kan ik als eerste het woord geven? Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. CDA vindt het een duidelijke nota wat ons betreft op dit moment het hoogst haalbare. De punten die het CDA belangrijk vinden is zoveel als mogelijk in uitvoering gebracht. Lokaal wat lokaal kan. Zoveel mogelijk het vervoer combineren. En de duurzaamheid is meegenomen door het verzoek om zoveel mogelijk duurzaam materiaal in te zetten. Dus wat ons betreft akkoord. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Ellenbroek, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. In de voorliggende notitie wordt volgens ons op een duidelijke wijze weergegeven hoe de stand van zaken momenteel is. Ook wordt ons duidelijk dat het een weerbarstige materie is. We zijn van veel partijen afhankelijk en niet bij iedereen is er de behoefte om tot bundeling te komen. We zien dit onder andere bij de zorginstellingen. Het doet ons echter wel een genoegen dat bij het professionele maatwerkvervoer in het eerste kwartaal van dit jaar bijna geen klachten voorkomen. En dat voor 98% binnen het afgesproken ophaal- en afzettijdstip wordt gereden. Veel verwachten wij van aanbesteding 2. Waarbij het de bedoeling is dat er een vervoersvoorziening komt waar getracht wordt om tot bundeling van vervoersstromen te komen. Ook vinden wij het een goede zaak dat de gemeente gekozen hebben voor een periode van 4 jaar aan te besteden. Naar de vervoerders toe geeft dit ook meer rust. Want zij moeten tenslotte grote investeringen doen. We hebben kennis genomen van de stand van zaken van het sociaal vervoer en wensen het college veel succes met de voortgang. Dank u. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Wij hebben er met iets andere ogen toch ook nog naar gekeken naar dit onderwerp dan alleen de stand van zaken. En wij willen op één punt, en dat is een punt waar we vaker opmerkingen over hebben gemaakt, ook nu weer een opmerking maken. En dat gaat namelijk over het openbaar vervoer in relatie tot deze andere vormen van vervoer. En dan begin ik even met een klein citaat. Het aantal reizigerskilometers per bus, tram en metro steeg vorig jaar met 5%. Per regionale trein zelfs met 8%. Dat is een citaat uit het OV Magazine. Als je dan vervolgens het stuk leest dat in als bijlage bij dit voorstel of bij dit onderwerp ligt, dan staat er dat het gebruik van het OV steeds verder afneemt. Nou, dan haak ik eigenlijk al een beetje af. Dus kennelijk is het zo dat de aanname die wij hier doen, die staat haaks op datgene wat ik lees in rapportages van het openbaar vervoer zelf. En dan wordt vervolgens het
het eigenlijke probleem wat mij betreft blootgelegd in de volgende alinea. En ook die citeer ik even weer. Bezuinigingen in het OV maken dat het vervoer van personen, met name in gebieden waar de verkeersstromen klein zijn, in het gedrang kan komen. Dit is vaak het geval op het platteland waar het OV al schaars is. Het creëert een probleem dat haaks staat op de participatiedoelstelling. Ouderen, jongeren, gehandicapten en andere groepen ondervinden vaak problemen om vanuit het vertrekpunt naar een bepaalde voorziening te reizen, terwijl wij vinden dat wel in die behoefte moet worden voorzien. En vervolgens komt dan de zin: de provincie Overijssel heeft besloten om van 1 januari 2017 te stoppen met de subsidiering van de regiotaxi, omdat deze vervoersmogelijkheid verliesgevend is. Einde citaat. Conclusie. We bezuinigen. We vinden de consequenties eigenlijk onacceptabel, maar we doen het toch, want het is verliesgevend. In het onderwijs noemen ze dat rendementsdenken. En daar zijn ze er inmiddels achter gekomen dat rendementsdenken wel eens strijdig kon zijn met de feitelijke bedoeling achter het onderwijs. Tegenwoordig noemen we dat opgavegericht werken. Doen wat de bedoeling is, want dat is toch momenteel de trend. Ik dacht zelfs bij de gemeente Dalfsen dat wel gezien te hebben dat onderwerp langskwam. Nou, op het punt van het OV is dat in ieder geval nog niet doorgedrongen. En daar zit wel een beetje onze pijn, want wat is hier nou de visie? Want er lijkt geen enkele relatie gelegd te worden met het openbaar vervoer, terwijl die samenhanging hier wel vereist is. De piramide van de vervoerstromen, het plaatje waarin het stuk zit, dus geeft een mooi helder beeld. Maar aan de basis van die piramide staat het reguliere openbaar vervoer. En dat is helemaal correct, maar juist aan die basis wordt enorm geknaagd. En daarmee komen de volgende treden van die piramide in onbalans. En het blijkt ook wel een beetje uit het feit dat liften vanuit Leemleveld als een serieus te noemen vervoersoptie wordt gezien. Ik word er echt een beetje cynisch van als ik dat lees. En verder zitten er gelukkig ook hele goede initiatieven in, laat dat ook gezegd zijn. Natuurlijk, en die moeten we van harte ondersteunen. En dat doen we ook graag. Maar het feit dat we voor de basis van het vervoer, het openbaar vervoer, niet of onvoldoende aandacht hebben, dat maakt dat er in onze optiek een te wankele grondslag is voor deze doelstelling. En die doelstelling, die citeer ik even weer. Die doelstelling is namelijk dat iedereen moet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Wij zijn er zorgelijk over dat dat op deze manier voldoende wordt gegarandeerd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvank. Hier kan ik meneer Schrijver, D66. Ja, de verwijzing naar de piramide die in dat stuk staat, die intrigeerde mij ook wel, omdat in hetzelfde stuk ook staat dat die derde vervoerslaag bij de gemeente Dalfsen op dit moment, dat daar niet in voorzien wordt. Dat staat in dat stuk eigen kracht waar mogelijk. En het zit hem nou net in die laatste twee woorden, waar mogelijk. Hoe komen wij erachter waar het niet mogelijk is, als wij in die derde vervoerslaag eigenlijk op dit moment geen zicht hebben op wat er speelt. Dat wil zeggen tussen de mensen die dat professionele maatwerkvervoer hebben, om die te begeleiden naar basis en vrijwillig. Dus waar mogelijk, wordt eigenlijk duidelijk aangegeven, hebben we eigenlijk geen zicht op. Dank u wel, meneer Schrijver, voor uw vraag. Meneer Van Riezen, VVD, heeft u opmerkingen te maken? Dank u wel. Meneer Uitslag. Nee, meneer Kwalijk, meneer Uitslag. Ik vergeet mevrouw Lasje, hoe kan dit? Mijn excuus. Geeft niet hoor. Dank u wel, voorzitter. Dank voor dit heldere overzicht. Zo te lezen is dit echt lokaal opgepakt. En is er in elke kern wel een vorm van sociaal vervoer. En dat is belangrijk nu ouderen en mensen met een beperking langer thuis blijven wonen. Zij zijn vooral aangewezen op deze vormen van vervoer. En fijn dat het lukt om nog voldoende vrijwilligers te vinden. Tegelijkertijd merken de vrijwilligersorganisaties dat er heel veel in dezelfde vijver gevist wordt. En er zal in de toekomst nagedacht moeten worden over hoe er voldoende vrijwilligers gevonden kunnen blijven worden. En dat vraagt wat ons betreft op een brede aanpak. Organisaties, meerdere organisaties bij elkaar die nadenken hoe gaan we in de toekomst voldoende vrijwilligers vinden. De tweede opmerking gaat over het professionele maatwerkvervoer. Hierin worden alle verkeersstromen binnen de gemeente gebundeld. Er zijn goede uitgangspunten voor de aanbesteding geformuleerd. Het lijkt ons ook goed om bij andere gemeentes te vragen naar ervaringen. Toen vorige maand de scholen weer begonnen, kwamen de eerste klachten, zeker knelpunten, naar voren. En daar kan van geleerd worden. En daarnaast lijkt het ons belangrijk dat wordt afgestemd met de gebruikers. Het speciaal onderwijs, de zorgaanbieders. En we missen het overleg met hen in deze notitie.
En tot slot nog een vraag. Welke ruimte heeft de gemeente straks nog voor eigen beleid rond het vervoer, bijvoorbeeld het leerlingvervoer? Wordt er straks een totaalpakket waar we bij aansluiten of kan de gemeente nog zelf keuzes maken, speerpunten formuleren? Dus dank voor de notitie en nog een paar vragen opmerkingen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Het ging snel. Meneer Uitslag is nog aan het schrijven. Ik geef u het woord, meneer Uitslag. Ja, dank u. Ik hoop dat ik het inderdaad nog gelezen kan zometeen, maar dan helpt mevrouw Lasje mij vast wel herinneren. Duurzaamheid en kwaliteit. Twee speerpunten die hem, denk ik, wel gevonden zijn. Over het sociaal vervoer. Daar hebben we het nu over. Misschien goed om gelijk met de laatste vragen te beginnen. Daar ben ik zo niet vergeten. Hebben we mogelijkheden voor eigen beleid? Nou, we bundelen inderdaad in de tweede aanbesteding de vervoerstromen. Om op die manier eigenlijk zo optimaal mogelijk het vervoer te kunnen plaatsvinden. We hebben daarbij dan ook aan scholen aangegeven, nou, als u vindt dat dit kind niet gebundeld vervoerd mag worden, maar ze nare termen en jargon te gebruiken, dan moet u het aangeven, dan gaan we dat anders organiseren. Daarnaast hebben we in de tweede aanbesteding ook nadrukkelijk wel ruimte gecreëerd voor vrijwilligersinitiatieven. Ik denk dat u daar misschien wel mee op doet. Dus we hebben wel ruimte gecreëerd. Aan de andere kant, je besteedt wel aan om het aan te besteden. Het is ook geen flauwekul project. We dagen mensen ook echt uit om serieuze stappen in duurzaamheid te maken. En ook daar ook dingen echt in te investeren. En dan kan het niet zo zijn dat je zegt, nou, leuk dat u allemaal prachtige vervoersmiddelen hebt aangeschaft. Maar op dag twee, wij gaan het toch anders doen. Die smaken hebben we niet. Daar laat ik maar gewoon zo eerlijk zijn. Maar in de marges zitten natuurlijk dingen mogelijk. Wat ik zei, de ruimte voor private initiatieven, zoals die toch ook wel een beetje geschetst zijn in de bijlagen. Die worden nadrukkelijk al aangegeven en dan heb je die ruimte ook straks om te pakken. De PvdA die hield een betoog over openbaar vervoer. Het fundament van de pijlen van de piramide. Daar ben ik het voor een deel wellicht mee eens, tenminste de noodzaak daarvan. Andere kant, het wordt allemaal iets te driftig, nee, dat zeg ik verkeerd, het is niet helemaal integendeel driftig, iets is wat gallig neergezet. Er rijdt nog steeds een bus, het lift is een aanvulling, maar het is niet waar we zo zijn. En de suggestie die een beetje in uw betogen zat, is ook wel dat de gemeente Dalfsen bezuinigt op openbaar vervoer. Nou, wij zijn niet van het openbaar vervoer, we maken er gebruik van, maar het openbaar vervoer is van de provincie. Die betaalt er ook en die heeft besloten daar keuzes in te maken. En als gemeente proberen we daar ons beleid in, mijn collega van Leeuwen is er ook mee bezig, onze invloed op uit te oefenen. Maar wij praten nu over de piramidestrepen die erboven zitten, dus het sociale vervoer. Dus het zou fijn zijn als mensen op eigen kracht kunnen, dat kan het openbaar vervoer. Maar dat kan ook op de fiets, de elektrische fiets, wat we tegenwoordig steeds vaker zien. Er liggen ook andere mogelijkheden. Maar mocht dat niet lukken, en je hebt een zwaardere vorm nodig, waaronder, waar de heer Schrijver op duidt, de vervoerslaag waren mogelijk. Ja, het moet fysiek mogelijk kunnen, maar de patiënt moet ook aankunnen, geestelijk gezien. En daar waar mogelijk, we helpen het wel. We proberen zelfs met leerlingen ook ze zover te krijgen dat ze op de fiets gaan in plaats van met het busje. Er zijn ook kinderen uit groep 8, weet ik, uit Nieuw-Leus die naar Ommen fietsen. En er zelfs blij van worden, die normaal gesproken met de busje zouden zijn gegaan. Dus de twee vliegen in één klap. Dus daar waar mogelijk doen we het ook echt. We hebben op dit moment geen uitgebreide handvaten en tools en alles klaarstaan om dat te gaan uitwerken. Ook wel omdat de behoefte daar nog niet zo erg gebleken is. Zeg ik er eerlijk bij. Nou, wij zitten met de meeste commissieleden ook al in spannende afwachting wat de aanbestedingen gaan doen. Blij met de complimenten die gegeven zijn. De aandacht voor de druk op vrijwilligers heb ik ook gehoord. We belasten niet te veel. Ga dezelfde vijver. Nou, en dan is misschien ook wel de vraag van,
kunnen dan misschien beter gebruik maken van vervoer wat we dan georganiseerd hebben nu. En kunnen die vrijwilligers voor misschien wel belangrijke taken inzetten. Nou, dat is ook een afweging waar we met elkaar vast in de volgende collegeperiode veelvuldig van gedachten zullen gaan wisselen. Ik denk dat ik de vraag beantwoord heb, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag, voor de beantwoording. Wil niemand nog, naar aanleiding van de beantwoording, aanvullende vragen stellen? Meneer Uitslag. Ik weet niet of het alleen maar een vraag is. Het kan ook wel een opmerking zijn, hoor, maar die zitten dan door elkaar heen. Want, met een vraagteken erachter. Want ik word een beetje kriegelig van de opmerking. Ja, wij zijn van de gemeente en niet van het openbaar vervoer. Dat vind ik echt, dat stuit me echt wat tegen de borst. Formeel klopt dat natuurlijk. Hè. De gemeente is niet de eindverantwoordelijke voor de organisatie en de financiering van het OV. Dat klopt. Maar de gemeente is wel degelijk verantwoordelijk voor de participatiedoelstelling. En ik wil hem nog wel een keer citeren. Dat iedereen moet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daar hoort ook bij het voldoende voor handen hebben en organiseren van vervoer. Ook openbaar vervoer. En dat kan betekenen dat u inderdaad met de provincie of met het Rijk of met weet ik veel wie in overleg moet. Klopt, kunnen we niet helemaal alleen regelen. Maar dat geldt voor heel veel dingen dat we die niet alleen kunnen regelen. We hebben er net ook in gehad waar we in samenspraak met anderen iets moeten doen. Geldt hier ook voor. Dus de opmerking, wij zijn er niet van, die past ook niet in het opgavegericht werk. En laat ik er ook nog een keer roepen. Dat wordt ook te pas en te onpassie geroepen in dit soort organisaties. Ik doe het zelf ook in mijn eigen organisatie. Maar dat betekent wel dat je de bedoeling van hetgene wat we nastreven wel voor ogen moet houden. En niet kunt zeggen van, oh nee, die is van de provincie. Dus ik wil daar, mijn vraag is om daar toch eens wat anders naar, ik moest de vraag hebben, dus mijn vraag is om daar toch eens wat anders naar te kijken. Ik had hoe dan ook geantwoord, voorzitter, als dat had gemogen. Ik heb zojuist u wel proberen aan te geven, volgens mij heb ik het ook gedaan, dat het weliswaar verantwoordelijkheid van de provincie is, maar dat mijn buurman, mijn collega, meneer Van Leeuwen, nadrukkelijk met de provincie in gesprek is over het openbaar vervoer. Maar ik wil u ook wel vertellen, wij gaan die buslijn niet exploiteren als gemeente en daarmee de kosten op onze nek nemen. Dat zou ik namelijk een stap te ver vinden. En ik kijk ook naar mijn budget, wat ik dan heb binnen onze domein. En die staat voldoende onder druk, zullen we zeggen, hè, om daar een hele buslijn te exploiteren. Vrijwilligersvoer en alles kan, maar het openbaar vervoer overnemen van de provincie is op dit moment een stap te ver. Voeren bij de gesprekken, zijn we doelgericht op de, al die terminologie, helemaal mee eens. Maar ik hecht er wel aan om te zeggen, wij zitten hier niet leidzaam af te wachten met armen over elkaar op wat de provincie beslist. Integendeel. En is wat de aanvulling, volgens mij vindt vanavond ook andere overleg plaats. We hebben wel degelijk de medeoverheden zoeken en ook wel. Maar dat is precies mijn punt. Het gebeurt wel. En hier wordt de afstand bewaard. En daar, ik snap heel goed dat we het openbaar vervoer niet gaan overnemen. Natuurlijk niet. Maar het gaat erom dat we op het netvlies houden. Waar gaat dit eigenlijk over? Wat willen we hier nou eigenlijk bereiken? En dan zijn formele posities niet zo relevant. Dank u wel voor de herhaling van uw punt, meneer Wildvank. Dank u wel voor de beantwoording. En ik constateer, meneer Uitslag heeft hem al goed samengevat, een aantal punten dat we nieuwsgierig zijn naar de aanbesteding. En de complimenten heeft hij in ontvangst genomen. Zorg om vrijwilligers, niet in dezelfde vijver. Mevrouw Lasje gaf dat aan en dat is ook wel een belangrijk punt. En ook de openbaar vervoerstromen zoals die er zijn, baart zorgen en daar wordt ook aandacht voor gevraagd. En is ook aan de orde wat dat betreft door meneer Van Leeuwen richting de andere overheden. Dank u wel voor de bespreking van dit punt. En daarmee concludeer ik dat ik agenda punt 7, stand van zaken sociaal vervoer, voldoende heb behandeld. 8, de sluiting. 20:34 uur, dank ik u voor de aanwezigheid, voor uw inbreng en sluit de vergadering. En wens u nog een fijne avond, want die hebben we nu.